Hey, Kerst en ik ben in game. Welkom bij een nieuwe episode van Herobrine's Return. En ik was in de vorige episode op een heel slechte plek afgesloten, maar ik vond het wel leuk om een soort cliffhanger te maken. Dus ja, we gaan verder. Dit was dus de eerste boss fight, voor als jullie de vorige episode hebben gemist. Wow, die damage. Waarom heb ik nou dat potion verspeeld? Nee. Oh, nee. Ik wil eten. Oh, wacht. Mijn eten is weer... Hoe noem je dat? Het is weer helemaal vol, mijn foodbar. Omdat ik dood was gegaan. Maar het lijkt erop dat ik een van deze zombies niet kan raken. Hij kan mij ook niet raken. Dat is vreemd. En blijf maar doorgaan. Hebben ze nou creeper heads? Dat is vreemd. Put de zombie hard in de altar. Marty 64 has been revived at the cost of 10 souls. Oh, mijn armor is kapot. Waar is het altaar dan? Mijn armor is kapot. Maar ja, ik moet dat mijn armen even op kunnen doen. Maar sommige van die zombies kan ik niet raken. Waar is het zombie hart? Oh. Waar is het hart? Oh. Oké. Oh nee. Ik ben al eentje kwijtgeraakt. Ik heb al 7 carrots. Het gaat niet echt goed. Ik kom er gewoon niet bij. Het is onmogelijk. Er zijn zoveel gespawnd. Ja, ja. I wouldn't play with that thing. Do I have to do everything by myself? Feel my red stupid mortals. Oh. Wow. Oh nee, Wither. Het is een Wither. Is hij nou verdwenen? Of heb ik hem doodgemaakt? Vuurwerk? Oh, daar is hij weer. En hij is weer weg. Mijn armor situatie is heel slecht. Oh. Ho. Nee. Waar is hij? Waar is... heb ik de boots? Ja. Oké, kom op. Hij moet niet dood. Ik moet hem op afstand houden. Look up at the sky. What is that? Ik zie neer. Oh. Archangel Tunnel. Strangers, I'm here to help. Don't be afraid. Oh. Ah, nee. Oké. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik kan mijn held niet zien door die stomme tekst. Aha. Ik moet ook af en toe eten. Daar heb ik eigenlijk niet echt tijd voor. Op dit moment zou een knockback sword heel handig zijn. Ik klik zo hard als ik kan. Push Meltdown in the Void is the only way to end this. Waar is de Void? Daar? Oh ja, oké. Ja? Oh nee. Ga in de Void. Ik geloof dat dit gat naar de Void gaat. Ik hoop het. Als er geen Keep Inventory was, deze map, ja, dan zou het echt... heel moeilijk zijn. Er staat push hem in de void. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ja. Nee. Oké, kom op. In de void. Ik vond het wel vreemd dat ik op een gegeven moment sommige zombies niet meer kon raken.
geloof dat die, hoe heet die, Malthorn heeft gewoon een heel goed regeneration effect. Dus daarom kan je hem niet vermoorden met een sword. Oh, hij is er toch in? Yes. Yes. Sorry, my lord Herobrine, I failed. You received 70 souls. Oh, dat is misschien... dat is misschien een soort van geld. Oké, laat ik alles pakken. Oké. Die heb ik al. Wauw. Oké, die heb ik liever. En dat was iets. Ik weet niet wat. Your orders. Orders. By Herobrine. Take over village. Look up prisoners with code 186. Find ritual ground. Begin summoning. Bring Skeletor to life and ruin the town. Zijn dit de orders van die ik net vermoord heb ofzo? Visit town church. Oh ja, 3 hebben we nu gedaan geloof ik. Wacht. Ja, quest 3 completed. Enter Skull Cave, defeat Skeletor. A giant skull was summoned to life and threatens to ruin the town. Destroy Skeletor and reclaim peace to the village. Oké. En dit is Skeletor. Oké, starting boss fight. Nog één. Snel achter elkaar. What the hell is dat ding? Oh, kijk, het is een skelet hoofd. Een schedel bedoel ik. Destroy these bunny humans. Yes, master. hier is lava, geloof ik. Shoot the ice. Oké, ik zal het proberen. Nee, niet in de fik staan. Shoot the ice. Oh. Ik geloof dat ik daar buttons zie. Flying creepers, oh. Ik hoor een creeper. Hier is een skeleton. Oh, nog geen. Nee, hij duwt me in het vuur. Ik hoor creepers overal. Verbrandende creepers. Flying... Wat? Ze vliegen! Hoe kan dat? Oh. Make sure your arm isn't broken. Ja, dat moet je inderdaad vaak doen. Wordt... Ah, het echt heel vaak geraakt. En dit is nog maar normal difficulty. Had ik dat instant health potion maar niet verspeeld. Oké. Ze zijn echt heel sterk. Deze skeletons. Oké, dat werkte niet echt. Dat met die bow. Ik dacht misschien kan ik ze een beetje op een afstand houden, maar nee. Shoot the ice alweer. Oké. Maar hoe kan ik dat nou doen? Als er zoveel skeletons zijn. Ze lijken ook niet echt dood te gaan. Hopelijk kunnen ze überhaupt wel dood. Niet zoals die andere boss van net. Ik geloof dat, kijk, er staat als je dood gaat, verlies je geloof ik een soort van geld. Oh, 10 souls. Ik geloof dat een soort van bedrag is. Ik geloof dat daar gewoon wooden buttons zijn. Ja, gelukkig. De eerste keer had ik hem meteen in 2 schoten, nu dus niet. Flying creepers. Hoe heeft hij dat nou voor elkaar gekregen, die vliegende creepers? Ze doen ook veel damage. Oké. Gelukkig staan ze in de fik. Sommige mobs hier. Dat is wel handig. Oké, eentje dood, nog eentje dood. Creeper. Nee. Kijk, has been revived at the cost of 10 souls.
Nou, zo hou ik helemaal niks meer over, geloof ik. Make sure your armor isn't broken. Ik geloof dat... Ja, mijn armor bar is nog redelijk vol. Ik hoor ook een heleboel bats. Maar echt die flying creepers, dat is echt heel vreemd. Oké, nog een paar skeletons hier. Het blijft maar doorgaan spawnen. Oh, shoot die ice. Oké, dan moet ik eerst deze skeletons van me afkrijgen. Oh, ik zit in een gat. Zij moeten eten. Oh, volgens mij doen die creepers even een strength potion of zo. Dat ze meer damage doen. Volgens mij heeft alles een strength potion op die skeletons. Armor is kapot. Chestplate. Heb ik een betere chestplate? Nee. Ik moet weer de ogen beschieten. Even kijken waar ik dan het beste kan staan. Ja, oké, dat is één. Wel handig dat Victor me helpt. Anders had ik het nooit uitgevonden. Ja, oké. En wat is dat? You have to get inside the skull and break the block holding Skeletor's soul. Oké. Ik kan geen vuur weghalen. Dit zou ik moeten halen, toch? Ha, ja. Hij zegt het opnieuw. Witte soort, oké.